Een hele spannende cover, het nieuwe nazomernummer van museumtijdschrift Vers van de Pers, waarin een rijke keuze uit het nieuwe culturele seizoen. Met onder veel meer een Rubens tentoonstelling, islamitische kunstschatten en een speelse ode aan de robot. Wat staat er op de cover? Het lijkt een ouderwets poëzieplaatje met beeldschone kinderen in fluwelen kleren. Maar het is een uitsnede uit een familieportret, in dit geval van de schilder Jürgen Ovens. Rijksmuseum Twente in Enschede besteedt aandacht aan het typisch Nederlandse fenomeen van het familieportret. Daarop staan ouders en kinderen, gewone mensen, maar wat de schilderijen tonen is een mysterie. Een vervelende schoonzoon is weggepoetst, een dood kind tot leven gewekt. Uiteraard besteedt museumtijdschrift aandacht aan de najaarsblockbuster, de olieverfschetsen van Peter Paul Rubens. Museum Boijmans van Beuningen maakt een groot overzicht van deze verbluffende, razendsnel gepenseelde meesterwerken, grotendeels uit eigen collectie. Niet veel meer dan een half uur had Rubens nodig om de dansende wemelingen van figuren vanuit zijn hoofd op het papier te slingeren. Ook het gemeentemuseum Den Haag doet een royale greep uit de eigen rijke collectie en toont islamitische schatten, van vazen en glaswerk tot calligrafie en muziekinstrumenten. Die zijn al veel te lang niet getoond en laten maar weer eens zien wat voor virtuoze en beeldschone kunstvoorwerpen de islam door de eeuwen heen heeft voortgebracht. Uiteraard brengt museumtijdschrift in dit nummer veel meer bijzondere tentoonstellingen voor het voetlicht, zoals Robot Love, waarbij onze auteur oproept tot een liefdevollere benadering van robots, want die zijn in alle soorten en maten allang onder ons. In Parijs tot slot is een groots overzicht gewijd aan de bijzondere, te jong overleden beeldhouwer Frans West. Zijn atypische sculpturen lijken Oostenrijkser, leest therapeutischer dan gedacht, schrijft Robert Jan Miller. Een aanrader voor een mooie nazomer. Goed voorbereid het nieuwe seizoen tegemoet, museumtijdschrift 6, vanaf 28 augustus in de winkel.